Nou, goedemiddag allemaal. Een middag over tuutjes, zoals ik zo liefkozend noem. Maar het gaat over tuurluurs. En jullie kunnen vast dat spreekwoord. Je wordt het er niet van vanmiddag, maar ik hoop dat jullie vooral veel wijzer zijn om meer over tuurluurs aan de weet te komen. Mijn verhaal gaat over... over tuurluurs. Ik ga eerst even wat neerzetten over hoe ze leven, wat ze doen en dat soort dingen. En de statistiek en de analyses, daar hebben Hans Schikman en Roos Kenti altijd een rol in gespeeld. Met name over de overleving. Dus ik ga iets vertellen over de vogels in Europa. Ik zak wat af naar Nederland en Wieringen. Ik ga iets vertellen over voedselgedrag. Hoe je ze kunt inventariseren en beschermen en over het beheer. En vervolgens duiken we wat de diepte in over onderzoek. Wat ik al een heleboel jaren, vanaf 2000, aan tuurluurs doe. Dus dan gaat het over overleving en over dispersie, partnertrouw. En ja, als je heel lang onderzoek doet, dan kom je ook altijd voor verrassingen te staan. Dus er zit vast wel een verhaal in. En ik geef even een blik naar de toekomst over onze tuurluurs in Nederland. Nou, er zijn verschillende deelpopulaties. Als je naar de atlas kijkt. Nederland zit daar wel in het centrum. Maar dat zit ook een beetje in het centrum van verschillende subpopulaties. Want er zitten tuurluurs in Noordwest-Europa. Die zitten in Engeland en in Ierland, Duitsland, Denemarken. Maar er zitten er ook in IJsland, dat is de ondersoort, dat is de Tringa totanus robusta. Die zijn ook iets groter, maar in het veld zie je dat eigenlijk niet. Maar die overwinteren dus vooral in Noordwest-Europa. En onze broedvogels, die gaan vooral naar West-Afrika, Spanje, Portugal, Frankrijk. En soms in een enkele uitzondering gaan ze naar Ierland of vooral naar Engeland om te overwinteren. En de Engelse vogels die blijven ook een beetje rond de Noordzee en Frankrijk overwinteren. En dan zitten er nog heel veel in Noord-Europa. En die overwinteren vooral meer richting West-Afrika. En dan zitten er ook nog veel in Rusland en Polen en dat soort gebieden. Ja, wat eten de tuurluurs? Het is vooral een wat- en een kustvogel. Dus dat hangt een beetje van de seizoen af. Maar als ze op het wat en langs de kusten zijn, dan eten ze vooral watslakjes. Dat is feitelijk een stapelvoedsel. Pieren, kleine kreeftachtigen. Garnaaltjes, hele kleine garnaaltjes. Kleine schelpdiertjes. En in land of op land, dan zitten ze altijd in de buurt van water. Dus je ziet ze vaak langs slootkantjes, plasdrassen en dat soort gebieden. Eten ze wormen, slakjes, kevertjes, enkele keer kleine visjes die ze kunnen vangen. En in het weiland waar ze broeden, dan zijn het vooral insecten en spinnetjes. En vooral de kuikens ook weer die dat doen. Want dat is hun stapelvoedsel in het begin. Maar het is vooral een oogjager. Dus dat betekent dat hij wel heel goed kijkt en waar hij wat kan vinden. En dat zie je dus bijvoorbeeld hier zo met een tuurluur die dan een regenworm in het grasland weet te vinden. Maar feitelijk is het ook een soort voedselopportunist. Want waar er veel van is en waar je makkelijk bij kan komen, daar eet hij van. En wat een hoop mensen niet weten, is dat tuurluurs ook braakballetjes produceren. En dat komt natuurlijk door de slakjes die ze eten en de kevertjes. Dus hier zie je een tuurluur, een braakbal produceren van die chitineschildjes van kevers. En let er maar eens op, als je naar tuurluurs kijkt en die staan heel vaak op paaltjes, zijn kampioenpaal zitten. Dan staan ze daar en dan beginnen ze af en toe even met hun kop te schudden en dan komt er een braakballetje naar boven. Nou ja, en hoe gaat het met deze vogel? Als we het hebben als broedvogel. Nou, zeker niet slecht. En als je het vergelijkt met de rest van de steltlopers die in ons land broeden, dan doen tuurluurs feitelijk het beste. Ja, je kunt ook zeggen ze doen het minst slecht.
maar laten we het positief houden. En speelt weidevogelbescherming daar een rol in? Ik denk zelf altijd van wel. Omdat hun nesten zijn ontzettend moeilijk te vinden. En als je hun nest gevonden hebt en weet te beschermen, in het agrarisch natuurbeheer of wat voor manier dan ook, dan gaan die tulus met hun kuikens altijd wel een plekje opzoeken waar het veilig is. Langs slootkantjes, greppeltjes, plasdrassen. Dus die hebben minder kans dat ze doodgemaaid worden. En het voordeel van de tuurluurs is dat ze niet alleen in het agrarische gebied broeden, maar ook nog op de kwelders. En als je kijkt naar het verdronken land van Saaftingen hier, dan zie je dat er een dikke rode stip staan. Nou, daar in dat zoute gedeelte, want tuurluurs houden een beetje van zout, daar zie je dat er dus nog veel tuurluurs broeden. En langs de noordkust van Friesland en Groningen en de eilanden, nou, daar broeden dus op de kwelders ook tuurluurs. Dus dat betekent dat die, ja, als je niet helemaal afhankelijk bent van het agrarisch gebied, zoals de grutto, dat je kans om te overleven ook wat beter is. Het zijn wel vogels die ontzettend veel trucjes hebben om te zorgen dat A, hun nest niet gevonden wordt, en B, verdedigen ze heel veel hun kuikens. Nou, daar ga ik jullie vanmiddag wat over laten zien. Maar als we kijken naar de Sovon Vogelatlas, dan heb je hier de kaart van de broedzekerheid van de vogel. En dan zie je toch dat het verschil in 40 jaar tijd natuurlijk dus wel wat achteruit gegaan zijn. En je ziet dat vooral in het oosten en in de hogere delen van Nederland. En je ziet ook wel mooi het patroon van de rivieren. Hè? Dus ja, ze hebben wel nattigheid nodig. Omdat je daar veilig de nacht door kunt doorbrengen langs een riviermonding. En langs de Waddenzee en in de delta. En broeden doen ze dat wat meer in het binnenland. Maar hier zie je wel dat er qua omvang is de tuurluur wel afgenomen. We hebben nu nog iets van tussen de 17.000 en de 20.000 broedparen in Nederland. En dat waren er iets meer dan 20.000. Nou, als we nog verder afzakken, dan gaan we even naar Wieringen. Dat is mijn woonplaats al 45 jaar. En de provincie Noord-Holland die heeft een weidevogelmeetnet. En dat is het langste lopende weidevogelmeetnet in Nederland. En één keer in de 6 jaar wordt heel Noord-Holland gebiedsdekkend geïnventariseerd. Dus we hebben hele goede gegevens vanuit de provincie Noord-Holland. En als je naar 1985 kijkt, dan hebben wij nog bijna 200 paar grutto's op Wieringen en 100 paar tuurluurs. En in 1993 zie je dat de grutto wat afgenomen is in de tuurluur. Nou ja, bijna niet. 99. Maar kijken we nog weer even verder naar 2019. Toen heb ik voor de provincie Helwieringen geïnventariseerd. Waar de grutters waren gehalveerd ten opzichte van 1985. 103 broedparen en tuurluurs 115. Dus ja, qua broedvogel is het op Wieringen hetzelfde gebleven. Nou, zit er misschien wel een beetje een bias in, omdat ik natuurlijk specialist ben in tuurluurs. Dus dan ben je me meer gespinst op waar een tuurluur broedt. Maar wat je wel ook ziet, is dat er een ontzettende concentratievorm heeft plaatsgevonden. Want voorheen zaten ze op het voormalige eiland in de Zuiderzee, Wieringen, zaten ze veel meer verspreid over het hele eiland. En nu zie je dat het vooral in de reservaatsgebieden zit en in de agrarisch natuurbeheergebieden met laadmaaien en particulier natuurbeheer. Ja, en jullie kennen vast allemaal wel dat baltsgedrag van tuurluurs. En ja, ze staan heel vaak op paaltjes. En ja, hun geluid, dat is ook wel echt het mooie voorjaarsgeluid. De grutters die komen altijd wat eerder binnen dan tuurluurs. Die komen vanaf
half maart. Maar ze gebruiken heel vaak paaltjes om daar hun balsgedrag te vertonen. En altijd, als ze naar beneden komen, dan houden ze even hun vleugels zo omhoog om die witte onderkant te laten zien. Het signaal aan de buren of aan vrouwen van, ja, zie mij hier staan. Het is hier goed te vertoeven. Maar ja, ze zijn vaak niet alleen. En wat je kunt zien bij Tulu is dat die ontzettend altijd aan het knokken zijn met elkaar. En meestal is dat een gevecht tussen twee mannen en een vrouw. En dan kijkt de vrouw langs de zijkant kijkt ze even van, ja, hoe gaat het aflopen, dat gevecht? Het gaat er niet zachtzinnig aan toe, want ze grijpen elkaar bij de poot of bij de snavel. En het is altijd in de buurt van water. Dus als je langs een weiland staat, dan zie je in de slootjes of bij de plasdrassen of bij de greppeltjes, overal waar water is, daar zie je vaak dit soort gevechten. Ja, en tuurlures proberen natuurlijk vrouwen te versieren. En dit is een heel mooi plaatje, want hier kan je mooi het verschil zien tussen mannetjes en vrouwtjes tuurluur. Ja, op het eerste gezicht, als je ze onafhankelijk van elkaar ziet, dan zien ze er allemaal hetzelfde uit. Maar op dit plaatje kan je heel mooi zien dat dit het mannetje is. Die heeft wat meer streepjes op zijn borst en in zijn nek. En die vrouwtjes zijn over het algemeen wat valer en wat lichter. Dus als je ze alle twee ziet, dan kan je dat verschil mooi zien. Ja, en ze achtervolgen vrouwtjes soms. En dan kijken ze van, is ze nou paringsbereid, ja of nee? Nou, dat kan soms een kwartier of een half uur duren. Dan stijgen ze als een soort helikoptertje omhoog. En nou, net op het moment supreme, dan zie je opeens dat vrouwtje toch weer aan de kant gaat. Dus ja, dat gaat vaak niet zomaar. En ja, je kunt ook soms zeggen dat je uren bezig bent als man tuurluur om een vrouw te versieren voor een wip van 10 seconden. Daar komt het vaak vaak op neer. Hoe inventariseer je tuurluurs? Nou, daar moet je vooral een beetje vroeg je bed vooruit. En heel goed vooral je oren gebruiken. En je ziet hier natuurlijk op een paaltje staan, heel zachtjes, dus die probeert dat vrouwtje te verleiden en geeft aan dat dat zijn gebied is. Dat doen ze vaak ook op slootkantjes of op molshopen. Ze zoeken een verhogingje. Het zijn op zich maar kleine vogels. En op die manier proberen ze dus een partner te vinden en aan te geven dat dat hun territorium is. Nou, volgens de broedvogelatlas, de BNP-methode, dan inventariseer je iedere 14 dagen een gebied. Maar voor tuurluurs zou je eigenlijk nog wel wat vaker mogen, want in de periode dat ze hun nest hebben, dan verandert hun gedrag en dan zijn ze heel stiekem. Dan merk je er feitelijk niet dan dat tuurluurs in dat gebied zitten te broeden. En ze hebben een heel gespreid broedseizoen, want er zijn tuurluurs die beginnen, ja, pak hem bij het begin april. Maar er zijn er ook pas die eind april en begin juni pas binnenkomen. En dan zich gaan vestigen in een gebied. Als ze zich in een gebied vestigen, dan moet je vooral naar kieviten en naar grutto's kijken. Want daar proberen ze zich in te dringen binnen dat territorium. En ze zijn kampioen paalzitten, maar als er in een gebied geen hekwerk is of geen paaltjes, dan is het wel handig om soms bijvoorbeeld een paaltje neer te zetten. Dus als je in een gebied zit en je wilt weten van broeden hier tuurluurs of lopen hier tuurluurs met kuikens, dan kan je gewoon een paaltje in het weiland zetten en kijken of daar een tuurluur zich gaat vestigen. En later in het seizoen, met mooie stille avonden, dan kan je ook heel goed, kan je ze heel goed inventariseren. Want dan vindt de aflossing van de wacht plaats tussen mannetje en vrouwtje. 'S morgens vroeg en 's avonds laat. En als je later in het voorjaar bent, dan heb je ook nog vang je dus de late broeders op.
En je hebt ook al de eerste tulus die kuikens hebben. En af en toe kunnen ze kolonieachtig broeden, dus voorkomen in een gebied. En dat kan je hier mooi zien. Dit is de Geesterkoog in een oever. En daar zie je in het wit alle kieviten. En in het groen alle tuurluurs. En rood zijn de grutto's. Dan zie je dat er hier een hele grote concentratie is. En om die concentratie zitten dan ook vogels te broeden. Ja, ze hebben een nestje nodig. En dat nestje, dat is maar een heel klein nestje. Want het is maar een klein vogeltje, net zo groot als een merel. Dus ze drukken hun borst als het ware in een graspolletje, trappen wat met hun pootjes in de ronde en dan heb je dus al een nestje. En dat is maar heel klein. Dat doen ze wel heel graag in gezelschap en daar gebruiken ze dus de kievieten voor. Kievieten die broeden al eerder dan tuurluurs. Dus ze moeten zich als het ware dan een beetje invechten binnen het territorium van een kieviet. Maar binnen een straal van pak een beet, tussen de 5 of de 15 of 25 meter, bij kievieten in de buurt, daar kun je cultuurnestjes vinden, als die er zijn. Nou, dit is mijn hoofdonderzoeksgebied, de Normenpolder op Wieringen, met hier de ijsbaan van Westerland. Dus in de winter, als die er nog zijn, wordt daar geschaatst. Maar die blijft plasdras staan tot 15 juni. En hier omheen zie je in het wit de kievieten en in het groen de tuurluurs. En soms zie je dat ze echt maar op een paar meter naast elkaar zitten. Dat gaat ook niet vanzelf. Ze moeten zich een beetje echt invechten in het territorium. Maar hier zie je heel mooi dat bijna iedere kieviet, die heeft ook een tuurluur naast zich broeden. Nou, dat nest te zoeken, dat is niet makkelijk. Vindscore 5 volgens de ecologische atlas van de weidevogels van Beintema. Dus ze hebben feitelijk maar aan een heel klein plekje hebben ze genoeg. Ja, hier zit een tuurluur te broeden. En hier zie je in die zuringblaadjes wat hele kleine plukjes. En dan heeft ze daar haar nestje. En als dat in kort gras is, zelfs als er ganzen lopen, zoals op deze dia, dan hebben ze toch maar een hele kleine ruimte nodig om een nestje te maken. Want hier zie je dus dat. Hier zie je de eitjes en dan zie je dat ze als het ware een soort dakje over hun nest maken. Daardoor wordt het dus heel lastig om tuurluurnesten te vinden. En daar hoef je niet voor te schamen als je weidevogelbeschermer bent of veldmedewerker, want iedereen loopt tuurluurnesten voorbij. En zelfs ik, terwijl ik er al meer dan 25 jaar onderzoek naar doe. Nou, en vervolgens begint dat gras te groeien en dan zie je er dus echt bijna helemaal niks meer van. En hier zie je mij dus voorbij een tuurluurnest lopen. Hoe doen ze dat? Ik heb hier een filmpje. Deze tuurluur zit mooi in een stekelbosje. En nu zie je hoe ze de grashalmpjes over het nest heen trekt. Het is echt per toeval dat ik het zie. Want ik zag net een mannetje. Er is zoiets H25 in de greppel staan. Zo doet ze dat dus. Ja, dus op deze manier verstoppen tuurluurs hun nestje. En op dat moment, als ze een nest hebben, dan verandert hun gedrag heel erg. En dat kan je heel mooi aan deze dia zien van deze tuurluur. Die kijkt 's morgens vroeg bij de aflossing van de wacht, kijkt die heel goed in de ronde van, hebben ze hem in de gaten. En dan sluipen ze als het ware naar het nestje. Ze landen nooit rechtstreeks op het nest, maar altijd van een afstandje. En dan wordt het natuurlijk nog moeilijker om nesten te kunnen vinden. In lang gras is dat zeker lastig. Dan moet je vooral heel goed je tactiek van tevoren bepalen. Als je hier bijvoorbeeld een tuurluur een keer hebt ze wegvliegen, dan kan je een pijlstokje zetten met een kleurtje erin, zoals hier. En dan kan je de volgende dag nog een keer terugkomen. En dan kan je heel goed geconcentreerd tegen de wind in, want anders dan horen tuurluurs je aankomen, kan je er naartoe lopen. En dan kan je veel beter traceren waar ongeveer die tuurluur uit dat gras omhoog komt. Kijk,
Hij sprong hier vandaan. Tussen dat gele bosje en dit gele bosje. Nou, ik liep tegen de wind in. Dus je hoort. Je hoort dat. Met één. Nou, en op. Ja. Dus probeer het maar eens te vinden, zo'n nest in het lange gras. Nou, dan moet je vooral naar muizenspoortjes in het gras kijken. Want ze landen nooit op een nest, maar vlakbij in de buurt. En gaan dan sluipen dan onder de vegetatie door naar het nest. Dus je moet vooral letten op muizenspoortjes. Dat is niet eenvoudig. Maar feitelijk hoef je het nest niet exact te vinden. Want je kunt op dit moment ook zeggen van ik heb hem daar weg zien vliegen. Ik zet 10 meter ervoor en 10 meter erachter een stok neer. En je laat een kuikenstrook staan als je boer bent. Of, op die manier kan je natuurlijk heel goed weidevogels beschermen. Ja, alle weidevogels hebben te maken met predatie. Dat is gewoon iets wat in de natuur voorkomt. En tuurluurs vertrouwen er vooral op dat ze niet gevonden worden. Dus hier zit een tuurluur te broeden in nog niet eens zo'n lang gras. Vertrouwt erop dat ze niet gevonden wordt. En dan opeens komt er een kauwtje aanlopen. Vooral op zoek naar insecten. Maar ja, dan ben je als kauw natuurlijk niet zomaar je leven zeker. Want die tuurluur die valt je heus wel aan. Maar als het een groep kauwtjes is, dan wordt het een wat lastiger. Want dan komen die, als het er 2 of 3 zijn, dan valt de tuurluur, die valt de kauw aan. En vervolgens gaan nummer 2 en 3 of 4, die gaan achterom en die proberen dan de eitjes te jatten. Dat heb ik ook wel eens gezien. Maar over het algemeen zijn kauwen niet de predatoren in de weidevogelwereld. Dat zijn meer andere beesten. En dit is de toppredator in de weidevogelwereld, vossen. Nou ja, je ziet hem hier ook het ei opeten. Dus ja, als er een vos in het gebied zit, dan heb je kans dat heel veel nesten in zo'n gebied ook verdwijnen. En feitelijk is die balts en die broedperiode, dat is de gevaarlijkste periode voor vogels. 'S Nachts met wezels en hermelijn en bunzing en vossen. En omdat ze vertrouwen op hun schutkleur en dat ze op het nest blijven zitten, daardoor worden ze natuurlijk nog wel eens het slachtoffer van grondpredatoren. En in de baltsperiode, dan moeten ze vooral uitkijken voor sperwers en slechtvalken. Nou, steltlopers hebben een hele grote variatie in het verdelen van de taken. Maar bij tuurluurs is het heel keurig netjes verdeeld. Ik heb met het Max Planck Instituut daar een aantal jaren onderzoek naar gedaan. En daar is ook in Nature een publicatie over geweest. Maar tuutjes die verdelen dat keurig netjes 50-50. Dus de mannen wat meer 's nachts en de vrouwen wat meer overdag. Maar ook wel 50-50. En bij de zorgtaak met de kuikens zijn het over het algemeen iets meer de mannen dan de vrouwen die de zorgtaak hebben. Nou, hier kan je dus zeggen dat je er tuurluurs van wordt. Want op het moment dat ze kuikens hebben, verandert het gedrag. En dan verdedigen ze heel fanatiek die kuikens. We zagen de kuikens niet zelf. Maar als jij als wandelaar of fietser of wat dan ook in de buurt bent, dan blijven ze je echt een paar honderd meter achtervolgen tot je uit de buurt bij de kuikens vandaan bent. Dus daar kan je zeggen dat je er tuurluurs van wordt. Waait nogal, dus dan moeten ze er even anders. De eerste 10 dagen moet het
natuurlijk kuikentjes nog af en toe bebroed worden. En vooral in het begin natuurlijk. Afhankelijk van de temperatuur. Oeh, er is paniek. Kijk, er valt die grauwe gans aan. Tjonge, jongen. Pa, die viel de grauwe gans aan, want die kwam te dichtbij. Dus tuurlijk zijn niet voor een kleintje vervaard als het op ganzen aankomt. Ja, daar had je niet van terug. Hè? Nou, ik doe ook in mijn onderzoek kijk ik ook naar de relaties tussen ganzen en weidevogels. En nou, over het algemeen gaat dat prima samen. Dat kunnen jullie zien. Zagen jullie in dit filmpje. Ja, wat maakt ze zo succesvol? Nou, in de boerenlandvogelbalans van 2020 van Landschappen NL met Sovon en de Bond van Friese Vogelwachten, daar zie je dus dat het nestsucces het grootst is van de steltlopers onder de weidevogels. En dat ze feitelijk ook de laagste predatie hebben. Want hier in paars zie je de predatie. En dan zie je dat bij tuurluurs daar, dat die de laagste predatie hebben ten opzichte van de andere kernweidevogels. En je kunt er ook in lezen dat die dichtheid van kievieten de predatiekansen verkleint bij tuurluurs. Nou, dat hebben we net gezien, dat ze heel graag die kieviet als waakhond gebruiken, omdat die veel fanatieker dat territorium verdedigt en vooral de luchtpredatoren wegjaagt. Nou, daar profiteert de tuurluur van. Iets over het beheer. Als in het agrarisch natuurbeheer zijn er natuurlijk veel graslanden met beheerovereenkomsten. En ik ga er even wat adviezen over geven. Als je een maaidatum hebt van 1 juni of van 8 juni of 15 juni, dan heb je natuurlijk van tevoren, voordat je die periode is afgelopen, die rustperiode is afgelopen, heb je natuurlijk geïnventariseerd, zitten er nog vogels in dat gebied, in dat land, of lopen er nog vogels met hun kuikens. En nou, dat kan je fysiek doen, maar je kunt dat ook met de drone doen. En met de drone kan je heel goed nog de laatste nesten vinden van bijvoorbeeld een slopeend, of een veldleeuwerik, of een tuurluur die nog heel laat zit te broeden. En je kunt ook zien of er vogels met kuikens rondlopen. Uitstellen van het maaien is natuurlijk altijd het beste, want daarmee red je veel vogels. Maar als het echt niet anders kan, dan is een heel goed trucje om vlaggen te plaatsen. En als je vlaggen plaatst 24 uur voordat je dat perceel gaat maaien, dan heb je een kans van 70% dat grutters met hun kuikens en tuurluur met hun kuikens uit dat perceel vandaan trekken. Dan moet je wel zorgen dat er een alternatief is daarnaast, uiteraard. Maar het gebeurt naar mijn idee altijd veel te weinig, maar het is een hele goede tactiek. Zeker niet met een triple maaier zo'n weiland gaan maaien, want dat is natuurlijk vragen om problemen. Want dan heb je als trekkerchauffeur helemaal geen overzicht van ja, waar er nog een vogel wegspringt. Je kunt van tevoren een rondje gaan maaien. Of een pad tussendoor en dan ga je even koffie drinken of je gaat eten of wat dan ook. Dan heb je gezien of er nog vogels in dat gebied opvliegen of alarm hebben. En dan kom je een paar uur later terug en dan heb je veel meer focus erop. En focus krijg je zeker als je iemand meeneemt op de trekker als je gaat maaien. Want twee paar ogen zien meer dan één paar. En als er plotseling een tuut opvliegt vlak voor je maaimachine, ja, dan weet je wel, dan moet hij daar wel een nest hebben. Of die moet hij daar kleine kuikens hebben. Dus dan kan je alsnog met een grote boog eromheen. Dus dat is een goede methode. Je hoeft niet overal vlaggen te plaatsen. Iedere pak een beet, 50 of 100 meter. Een dag van tevoren. En dan kan je natuurlijk heel mooi een kuikenstrook creëren. Of kantjes laten staan. Nou, ik heb hier een mooi praktijkvoorbeeld. Dat hebben we net ook gezien, die kolonie tuurluurs in dat gebied. En
in de Geesterkoog bij Den Oever, bij boer Niels van Duin. Die heeft een laadmaaidatumperceel hier. En normaal gesproken gaat hij altijd met zijn koeien in de loop van het seizoen gaat hij bewijding toepassen. Steekt de weg over en gaat hier dan in dit gebied gaat hij bewijden. Nou, hier zit echt de kern van de weidevogels. En vorig jaar was het zo'n heel nat voorjaar. En nou, toen was het gras al te lang om de koeien er nog in te jagen. Dus toen heeft hij besloten van nou, ik ga maaien. Nou, hij had al twee keer was hij heen en weer geweest. En was daar, had hij een rondje gemaakt. En toen dacht hij van, ja, ik zie daar toch tuurluurs wegvliegen. Ik kan met goed fatsoen, kan ik hier niet verder gaan. Dus de veldmedewerker van de Agrarische Natuurvereniging gebeld. Herman Vos, what's in a name. En die heeft afgesproken om daar kuikenstroken aan te leggen. Nou, en daardoor zijn er in dat gebied wel 12 tot 15 tuurluurpaardjes. Hebben ze hun kuikens groot gekregen. Dus dit is een mooi praktijkvoorbeeld hoe je kunt opereren in het agrarisch natuurbeheer. Nou, wat hebben ze nodig? Het is een beetje een inkoppertje natuurlijk, maar ja, weidevogellandschap, dat is voor tuurluurs ontzettend belangrijk. Het waterpeil, open structuur. Dit is een plaatje uit de Normer Polder bij boer Jan Mulder en Paul Helder. Die hebben particulier natuurbeheer, dus die vallen binnen de ecologische hoofdstructuur. En die hebben hun slootkanten wat mooi afgegraven. Zorgen dat er in het voorjaar een hoger waterpeil is, waardoor je dus kruidenrijk grasland krijgt, kuikenland, insecten. En ja, je moet vooral oud grasland hebben. En oud grasland heeft microrelief. En microrelief, dat is ontzettend belangrijk, vooral in die kuikenfase. Want dat zijn de plekjes waar insecten zich ontwikkelen. Plasdras, en als je plasdras hebt of greppelplasdras, dan moet je zorgen dat je daaromheen juist precies je late maaidatum percelen neerlegt. Want ja, de paarfase en de alarmfase, die zit vooral in het, dat speelt zich allemaal af rond die plasdras of greppelplasdras. En als je daaromheen dus een rustperiode creëert in je grasland, dan heb je het meeste rendement daarvan. Flauwe taluds en standvastig beheer. Want als je ieder jaar op hetzelfde moment, of ieder jaar op dezelfde perceel je laadmaaidatum hebt, weidevogels zijn over het algemeen heel plaatstrouw, dan leren ze ook die omgeving kennen. En dan doen ze die ervaring op. Want volgend jaar gaan ze weer naar het perceel. Dat laat ik straks even in mijn onderzoek zien. Ja, kieviten. Die heb je natuurlijk ook nodig, want dat hebben we net gezien. Ja, ik kwam tot de ontdekking toen ik deze presentatie aan het maken was, dat ik dit jaar is mijn jubileumjaar, want het is mijn 25e broedseizoen waar ik aan ga starten. Ik ben in 2000 begonnen met het Retrapping Adults for Survival project van het Vogeltrekstation, onderdeel van het NIO, waarbij je dan minimaal 25 broedparen in het gebied moet hebben. En dan kun je iets zeggen over de overleving. Je kunt iets zeggen over de timing van migratie, reproductie, partnertrouw en broedbiologie. Nou, deze vogel die heeft dan zijn kleuring. En die kleuring die zit in de database van het Vogeltrekstation. En daar kan je dus, als je een vogel met zo'n ring ziet van deze tuurluur, dan kan je hem daarop invoeren en dan krijg je de levensloop van de vogel. Dit is mijn onderzoeksgebied, het voormalige eiland Wieringen. Nou, de vogels die foerageerden vooral op het wat in het begin en in de directe omgeving van hun broedterritoria. En ik heb 4 echt kernstudiegebieden. De Westerlanderpolder, Westerlanderkoog, de Normerpolder, de Hoelmerkoog tegenover mijn huis, want ik woon hier. En de Geesterkoog in het oosten van Wieringen. Wat ik daar doe is dat ik spoor de nesten op. Niet allemaal, maar een deel. En dan probeer ik de vogels te vangen. Ring de vogels. En dan vervolgens aflezen en het gedrag volgen. En ook het broedsucces, nestsucces en het broedsucces meten. Er komen
ja, van andere mensen komen er ook wel eens meldingen binnen, van vogelaars of natuurfotografen. Maar de meeste waarnemingen doe ik zelf. En uiteraard werk je dan samen met boeren en met natuurbeheerders. Wieringen heeft een hoge dekkingsgraad in het agrarisch natuurbeheer. Dus er is veel plasdras. Vlucht- en kuikenstroken worden aangelegd. Wordt gemaaid in trappen. Hebben ondertussen heel veel ervaring ook met weidevogels. Zijn verenigd in de agrarische natuur- en landschapsvereniging. De Rothangs op z'n Wierings. Inmiddels is dat het agrarisch collectief Hollands Noorden. En kleuring aflezen, dat doe ik dan met de telescoop. Met een gewone verrekijker is dat niet zo makkelijk. Maar met de telescoop kan je best veel aan de weet komen. Wieringen heeft een relatief kleinschalig landschap. En ik moet zorgen dat ik dicht bij de dijk ben. Vooral met hoog water, want dan lopen de vogels dicht bij de dijk. En dan kan ik makkelijk de ringen aflezen. Nou, er komt soms wat hulp bij van vogelaars en fotografen die ook ringen aflezen. Maar je kunt ook vogels zelf een beetje helpen. Want ik had het net over die paaltjes. En hier zie je de enorme polder. En boer Jan Mulder die had al een paar zwaarden eruit gemaaid. En hier zie je dat er een paaltje staat. Want er staan voor de rest geen afrastingen in dat gebied. Dus dan plaats ik een paar paaltjes. En als je een paaltje in een gebied hebt, dan heb je een grote kans dat er een tuurluur op komt. Het helpt je bij het inventariseren en bij het meten van de broedsucces. Want vanaf die paaltjes kan je zien of een tuurluur door dat gebied gaat met zijn kuikens. Dus dan kan je met je auto het land in rijden. Je zet een paaltje neer en dan is het een kwestie van even wachten. En daar is hij. Dan komt hij op het paaltje en dan kan je de kleuring aflezen. En daar wordt echt gevochten om die paaltjes. Hier nog even het kaartje van Wieringen. Nou, je ziet dat er relatief veel reservaten zijn in het blauw en particulier natuurbeheer. Het is een bonte mix van ja, laat maaien en agrarisch natuurbeheer, greppelplasdras. En ik vang de vogels met mijn schepnet in de laatste week dat ze op het nest zitten. Ook gebruik ook al een inloopkooi. En soms kan ik ze met de hand van het nest afpakken in de laatste fase van het broeden. Want ze vertrouwen erop dat ze niet gevonden worden. En als je heel rustig tegen de wind in de naartoe loopt, dan kan je ze zo, als je mazzel hebt, dan kan je zo natuurlijk van zijn nest pakken. Nou, dan kunnen we het onderzoek starten. Dus nu gaan we even wat meer de diepte in. Wat ik in het voorjaar doe, dus nu, met 107 J82. En ook nog de ex van 107, die altijd als eerste broedt, A74. Zoals ik, dat is wat ik nu bijna alle dagen doe, met het hoogwater. Dan rijd ik langs de dijk en kijk ik welke tuurluurs er als eerste terug zijn. Nou, dat doe ik al gestandardiseerd al vanaf 2000. Wie komt er als eerste terug? Nou, hier zie je de grafiek van de aankomst, de fenologie. En wat je ziet in rood, dat zijn de mannen. En in groen, dat zijn de vrouwen. Het zijn vooral de mannen die als eerste terugkomen. Maar wat je ook ziet, is dat er een trend heeft plaatsgevonden de laatste 20 jaar. Want je ziet dat ze wel steeds eerder terugkomen. Nou, ik heb vanmorgen ook nog een rondje gereden, voor ik hier naartoe kwam. Ik zat echt te wachten dat ik mijn eerste tuurluur zou zien. Maar nee, ik heb nog geen geringde vogel van mezelf gezien. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Je ziet in 2019, toen kwam er een tuurluur al pak een beet op 1 maart of op 29 februari binnen. En dat was niet zomaar een tuurluur, maar dat was C73 en die staat beter bekend als de weduwe van Oude Bill. En dat is de vogel die als enigste in Engeland overwintert. En als je dichtbij overwintert, dan ben je ook eerder terug in je broedgebied. Daar zijn hele verhalen over gehouden bij vroege vogels. En aan het einde van het broedseizoen, dan kijk ik
in de gebieden zelf en ook weer aan de, langs, de, langs het wat. Want aan het einde van het broedseizoen zie je dat er altijd rondkijkende vogels zijn. Dus vogels die mislukt zijn of wat dan ook. En die concentreren zich dan vaak in gebieden met paaltjes en waar nog met een afrastering. En dan zie je er zo 20 op een rijtje staan in, op Wieringen dan. En dan kom je dus altijd nog weer vogels tegen die je tijdens het seizoen gemist hebt. Maar die dan aan het einde van het broedseizoen of op het wat lopen. Of daar zich concentreren in zo'n groepje wat al bijna op trek gaat. En dan kom je dus altijd uit het achterland dan weer vogels tegen. Die ik waarschijnlijk dan ja, een keertje gemist heb tijdens mijn rondje over het eiland. En ik krijg ook meldingen terug langs de trekweg en vanaf de overwinteringsplekken in Spanje en Portugal en Frankrijk. Nou, als je dat allemaal in een computer stopt en in het programma Mark, dan kan je iets zeggen over de terugmeldkans en over de overleving van tuurluurs. De mannen die hebben een wat grotere kans om gezien te worden, dus die gedragen zich iets opvallender. Dus dat zit op 0,91 en bij de vrouwen is de kans om teruggezien te worden wat lager. Maar gemiddeld zie je dat dat zo'n beetje op 80% ligt. Nou meet ik natuurlijk de plaatselijke overleving. Maar ze zijn heel plaatstrouw. En ja, ik kijk vooral op Wieringen. Maar er zijn ook nog mensen die langs de trekweg meldingen doen. Maar het is wel de plaatselijke overleving die ik natuurlijk meet. Maar er zit geen verschil in de overleving tussen mannen en vrouwen. Dus dat is hetzelfde. Maar er is er ooit maar één keer een tuurluur van mij geëmigreerd naar Texel. Om daar 2 jaar te gaan broeden. En voor de rest blijven ze allemaal op het voormalige eiland. Nou, je ziet hier wel een dip in de overleving. Van 2012 naar 2013. En dat was het moment dat, ik weet niet of mensen zich dat nog wel een beetje weten te herinneren. Het was het Siberische voorjaar van 2013. Toen begon het op 10 maart te vriezen, hebben we 3 weken kou gehad. Toen arriveerde tuurluur H33 op 17 maart in de Westerlandenkoog. Nou, het was windkracht 7 uit het oosten, er werd geschaatst. En op 29 maart kreeg ik een melding binnen dat H33 teruggevangen was. En waar was hij teruggevangen? Op de grens van België en Frankrijk. En op 10 april was hij weer terug in de Westerlandenkoog. Nou, je kunt je voorstellen dat tuurluurs zijn relatief kleine vogels. Maar als je als kleine vogel in het gebied aankomt en je maakt de keuze, ga ik wel of niet weer terug naar mijn plek waar naar mijn overwinteringstek. Als je de keuze gemaakt hebt om te blijven, dan is dat denk ik toch een aantal tuurluurs noodlottig geworden. Grutters hadden daar overigens geen last van. Want in het gruttenonderzoek uit Friesland bleek dat die grutto's daar veel beter tegen konden tegen die kou dan tuurluurs. Nou, ik meet dus de plaatselijke overleving. Die is niet afhankelijk van seksen. En ik kan ook wel iets over jonge vogels zeggen. Maar daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen. Want bij jonge vogels is de overleving maar 20% ieder jaar. Ik kleuring van jonge tuurluurs pas met 10 dagen. Want dan is hun poot lang genoeg om er een kleuring aan te doen. Als een vogel uit het studie- of controlegebied weggaat naar een ander gebied, dan worden ze beschouwd als dood in de statistiek. Nou, ik heb daar helemaal geen aanwijzingen voor, want dan zou je zeggen van nou, dan wordt is de kans best nog wel aanwezig dat zo'n vogel langs de trekweg in Spanje, in Portugal of misschien in Afrika gezien wordt. Maar in ieder geval de overleving van kuikens die ouder zijn dan 10 dagen, die ligt vele malen lager dan de oude vogels. Nou, ik liet al even zien dat vogels, ik heb verteld dat vogels heel plaatstrouw zijn. Nou, dit is het voorbeeld van 107, Mrs. Bond. Nou, die is ondertussen al 16 of 17 jaar oud.
Hier hebben we de ijsbaan van in de Noordermaarpolder, van de Westerlandenkoog bij Westerland. En in al die jaren heeft ze binnen een straal van pak en beet, nou, 200 meter heeft ze gebroed. En hoewel ik dus wekelijks checks doe over heel Wieringen. Wieringen is in de 10 kilometer in de breedte, of 3 kilometer in de breedte en 10 kilometer in de lengte. En daar zijn ook hele andere goede tuurluurgebieden. Dit zijn mijn 4 kerngebieden in het groen. En er zijn ook nog een heleboel goede plekken in het rood. Maar ik zie daar dus zelden een tuurluur van mij die uit dat kerngebied vandaan komt. Wat ik wel zie, is dat er wel eens een wisseling is. Dus een vogel die het ene jaar in de Westerlandenkoog zit, kan het volgende jaar in de Noordermaarpolder zitten of in de Hoelmerkoog. Maar dat heeft vaak met predatierisico's te maken. Dus als er een predator in een gebied aanwezig is, of veel predatie, en het eerste legsel mislukt, dan gaan ze een tweede legsel proberen. En dat doen ze dan vaak in een ander gebied. En dat zijn dan de tweede broedsels. Nou, hoe zit het met kuikens? Daar hebben we in 2004 met Jort Verhulst nagekeken, met studenten in de Westerlandenkoog. Want daar heb je een dijkje en dan kan je mooi van boven naar beneden, kan je heel goed de vogels die gekleurd zijn, kan je in de gaten houden. Nou, wat je ziet is dat ieder paar echt met de kuikens in de buurt van het nest blijft. Dus binnen een straal van pak en beet 100, 200 meter van het nest. Mits er een goed biotoop is, dat is de plek waar de tuurluurs met hun kuikens opgroeien. Daaruit blijkt dus ook dat als je grasland hebt met een uitsteldatum van 15 juni, dat je dus ook jaarlijks dat op dezelfde plek moet blijven doen. Want je creëert een biotoop, een goed kuikenbiotoop, wat minder bemeste. En daarmee creëer je dus ook een goed biotoop voor tuurluurs en grutto's. Dus dat is wel een voorwaarde. Maar dat geeft wel aan dat je op die manier in het agrarisch natuurbeheer moet zorgen dat je een standvastig beheer hebt. Ik kan ook iets zeggen over waar kom je terecht als je als kuiken uit het ei kruipt? Gemiddeld, als je als kuiken uit het ei kruipt, vestig je als broedvogel binnen een straal van 1700 meter, gemiddeld. Er zit wel een verschil tussen. De mannen die komen op 1426 meter en de vrouwen op iets meer dan 2 kilometer. Dus dat is wel in zijn algemeenheid bij steltlopers is dat zo, dat die vrouwen wat verder van hun geboorteplek terechtkomen dan de mannen. Dus vrouwen zijn wat dat betreft reislustiger. Ik kan ook iets zeggen over de paarduur. Nou, gemiddeld blijven paardjes 3 jaar bij elkaar. Dan moet ze natuurlijk wel alle twee gevangen en geringd hebben. Maar de kans om bij elkaar te blijven, die is 63%. Dus dan heb je volgend jaar nog steeds dezelfde partner. In 21% van de gevallen is de partner verdwenen. In 4% zijn beide vogels keren niet meer terug. Dus dan zijn ze beide overleden in de overwintering of in de trekgebieden. En in 12% kan je zeggen dat er sprake is van echtscheiding. Maar ja, waar komt dat door? Waarom gaan vogels uit elkaar? Nou, dat ga ik wat daarover over laten zien. Er zit geen verschil in echtscheiding tussen mannen en vrouw. Maar ik heb naar die echtscheidingsgevallen gekeken. En dan vraag je je af van, ja, waarom ga je uit elkaar? Heb je dan het jaar ervoor geen nestsucces gehad of geen broedsucces? Hè? Dus heb je geen kuikensvlieg gekregen? Is je partner naar een ander gebied verhuisd? Of is je partner te laat teruggekomen uit de overwintering? En ja, wie is er dan te laat? Of is je territorium al bezet door een ander paardje? Of misschien is de buurman of de buurvrouw beter? Ja, wie zal het zeggen? Of is het misschien toch de liefde? En dat kan je op dit plaatje ook wel zien, hè? Want die vogels die kijken alle twee een andere kant op.
een klein beetje een gebroken hart. Nou, daar kan ik wel wat over zeggen. Want in langjarige studies dan kom je altijd wel voor een verrassing te staan. Dit is het mannetje 102 en vrouw 107. Mrs. Bond noem ik haar. Nou, dat was een echtpaar in 2006. En ze kregen dat jaar ook kuikensvliegvlug. Nou, dan denk je van, nou, dan blijf je natuurlijk toch bij elkaar als je succesvol kinderen krijgt. Maar niks ervan. Het jaar erop, echtscheiding. En dat kwam waarschijnlijk omdat die vent, 102, dat hij te laat weer terug was uit het overwinteringsgebied. Vervolgens zijn ze altijd buren geweest. Rond het Greppeltjesland, rondom de ijsbaan van Westerland. En die man die heeft in die tussentijd 7 partners gehad. 4 keer broedsucces, dus 4 keer kuikensvliegvlug. Mrs. Bond, 4 partners en 8 keer broedsucces. Dus dat is een hele goede vogel die altijd als eerste terug is. En de eerste vogels zijn altijd ook over het algemeen de beste. En het meest succesvol. Maar 12 jaar later, 102, die arriveert weer eens een keer op tijd in het broedgebied. En toen hadden ze blijkbaar zoiets van, hey, ken je mij nog? Dus zijn ze weer een paardje geworden. En ja, wat gebeurde dan? Dat is natuurlijk denk ik, moeilijk om te voorspellen. Met je ex. En het resultaat was ook dat ze dat jaar weer kuikensvliegvlug gekregen hebben. Nou, het verhaal kan nog wel sterker als wat ik nu verteld heb. Want Mrs. Bond, die was in die periode tussen 2014 en 2017, was ze met H74. En in 2018 heeft ze dus opnieuw een reunited met haar ex, met 102. En in 2019, ja, 102 was dood, dus H74 moest wat anders. Arriveert weer als eerste in het broedgebied rond de ijsbaan van Westerland in de Normenpolder. Maakt een uitstapje naar de Westerlandenkoog, dus 2 kilometer verderop met een andere vent. Veel predatie in dat gebied, dus geen succesvol jaar. En in 2020 arriveert ze precies op dezelfde dag weer als H74, haar ex. En ja, oude liefde roest niet. Dus zijn ze weer sinds die tijd weer met elkaar. En ze zijn nog steeds bij elkaar. Maar ja, ik kijk ook naar de predatie in dat gebied. En ik heb in 2022 wildcamera's bij een aantal nesten staan. En ik zie op die wildcamera dat de vos 's nachts het nest predeert van 107, van Mrs. Bond en H74. Het staat gewoon op camera. En ja, ik kijk dan in dat gebied, er zitten nog meer tuurlusten te broeden op het Greppeltjesland. En ik keek dus een week later bij het nest wat er 50 meter bij vandaan was. En daar kwamen kuikens uit. En op het moment dat de kuikens uit het ei kruipen, dan ring ik die met een metalen ringetje. En ja, dan kijk ik natuurlijk ook, ga ik weer in mijn auto zitten en dan kijk ik, wie zijn de eigenaar van die kuikens? En tot mijn grote verrassing bleek dus dat de kuikens waren van Mrs. Bond en H74. Dus dat betekent dat ze het nest van de buren gekaapt moeten hebben. En zijn ze met die kuikens aan de loop gegaan en hebben ze uiteindelijk ook die kuikens van de buren hebben ze vliegvlug gekregen. Dat kan je hier mooi zien. Dat echt alarmerende tuurlus, die zijn op paaltjes en die staan met hun kop te knikken. Nou, daar kan je ook wel zeggen dat je daar tuurlus van wordt natuurlijk. Maar dit soort dingen kan je alleen maar zien als je heel lang onderzoek doet, uiteraard, en er veel tijd aan besteedt. Nou, wat brengt de toekomst voor onze tuutjes? Nou, ik ben er best wel positief over, want in het agrarisch natuurbeheer is er een toename van 30% van greppelplasdras en plasdras.
Nou, dat is ook het voorkeursbiotoop juist van turbo's met hun kuikens. En van nature zitten ze ook op plekken waar minder maaimachines komen. En als je dus de goede combinatie hebt van plasdras of greppelplasdras met dat laadmaai in de omgeving, dan creëer je natuurlijk een optimaal biotoop voor turbo's. Mijn zorgen zitten vooral in de afname van de kievit. En dat gaat echt ontzettend hard, vind ik zelfs de laatste jaren, ook op Wieringen. Maar die afname van de kievit, daar baart mij, moeten we ons eigenlijk nog veel meer zorgen over maken. Want dat zijn de waakhonden van de turbo's. En ja, wat we in zijn algemeenheid zien, is dat die weidevogels zich steeds meer concentreren op de laatste goede plekken die er zijn. En dan ben je dus kwetsbaarder voor predatie. Nou, ik heb jullie laten zien dat turbo's de slimste weidevogels zijn. Dat zeg ik altijd, maar ik vind dat ook echt zo. En in mijn onderzoek heb ik natuurlijk nog wel wat wensen. Ik wil wel graag wat meer over die kuikenoverleving aan de weet komen. En de vinger leggen op de oorzaak van echtscheidingen. Maar op deze manier, met langjarig onderzoek, kan je dus wel heel veel zeggen over turbo's in zijn algemeenheid. En ja, blijkt dat dit mijn 25e seizoen wordt. Dus ik denk dat ik vanavond een biertje opneem. nou, zeker Roos Kinty en Hans Gekkeman wil ik daarvoor bedanken. Want die doen de statistische analyses. Maar Jan Mulder, dat is mijn hofleverancier van turbo's. En Staatsbosbeheer, waar ik onderzoek doe. Heel erg bedankt, Wim Thijssen. Er zijn een aantal vragen in de chat gekomen, dus die zal ik even met je doornemen. Ja, ja. Eén vraag is: wat zou je als advies geven voor ideaal kuiklandhabitat? Grashoogte, dichtheid, variatie. Dus welk habitat is voor turbo's succesvol dat ze kunnen forageren en schuilen? Ja, nou, dat is vooral greppeltjesland. Dus land met greppels. Weinig bemesting. En als er bemest wordt, dan vooral met ruige stalmest. Want daarmee creëer je een open vegetatie. En feitelijk moet je dat soort percelen moet je vooral rondom de natte gebieden neerleggen. Ja. In het beheer. Dat geldt voor natuurbeheerders, maar dat geldt ook voor agrarische natuurbeheerders. Ja. Dus dan krijg je creëer het ideale kuikenland. Ik liet het al feitelijk in het filmpje zien, waar die turbo's zo zijn te tetteren. Daar zie je dat het een heel open vegetatie is. En wat turbo's kuikens doen, is dat ze insectenpak prikken van die grashalmpjes. Dan moet je dus ook een doorwaadbare vegetatie hebben. En is het dan precies hetzelfde als wat grutto's nodig hebben? Of is dat anders? Wat zal ik daarop zeggen? Het is feitelijk hetzelfde wat grutto's nodig hebben. Dus als je het voor grutto's goed doet, dan doe je het ook voor turbo's goed. Maar zij vinden zelf wel, als die vegetatiestructuur niet te dicht is, dan vinden zij zelf wel toch die kantjes waar het nog prettiger is om te vertoeven. Want je ziet altijd dat turbo's met hun kuikens naar een slootkantje gaan of naar een plasdras. Ze zitten wat meer aan de randen. Ja. Ja. Ze maken op andere manier gebruik van dat grasland. Ja. Ja. Ze zijn slimmer als grutto's. Ja. Nou, liet je al heel duidelijk zien dat zo'n turbo's is absoluut niet monogaam. Maar ik vroeg me af, als een overwinteren ze dan soms wel op dezelfde plek? Mannetje en vrouwtje? Ja, dat is een leuke vraag. En die wil ik graag beantwoorden. Nou, de weduwe van oude Bill overwinterde in Engeland. En haar partner overwinterde in de Algarve in Portugal. Ze overwinteren niet samen in hetzelfde gebied. Bijna nooit? Vrijwel nooit. Nee. Ja. Nee. Oké. Okay. Nee. Maar wat wel belangrijk is, is op het moment dat ze weer teruggaan naar hun broedgebied, dan is die timing
in de dat is belangrijk, want ze wachten wel op elkaar. Dus ze kunnen best een paar dagen op elkaar wachten. Maar als dat te lang duurt, dan gaan ze met de buren of een bekende uit de buurt verder. Ja, het draait om de reproductie, hè? Dus om de voortplanting. Dus daar wachten natuurlijk over het algemeen niet op. Nee, ongeduldige beestjes wat dat betreft. Ja. Mijn laatste vraag is over die relatie. Je zei, ik doe ook onderzoek naar de relatie tussen weidevogels en ganzen. Ja. Nou hoor je soms ook wel eens dat ganzendruk ervoor kan zorgen dat juist dat er te kort gras is. Ja. Hoe zie je dat op wieringen? Ja, nou, daar kan ik best wel wat over zeggen. Want ik heb een heleboel jaren daarna gekeken naar bijvoorbeeld in de Westlandse Oog, een reservaat van Staatsbosbeheer. Waar een paar rietputten zaten. En in die rietputten werden iedere keer, als je daar niet de grauwe ganzeneieren behandelde, ja, dan krijg je daar een heel peloton aan grauwe ganzen. En dat peloton grauwe ganzen, dat zorgt ervoor dat die vegetatie heel kort blijft. Dan hebben grutters en tuurlus, dus de langgrasbroeders, die hebben minder dekking om hun nest te verstoppen. En die korte vegetatie zorgt ook niet voor meer insecten op het moment dat die kuikens uit het ei kruipen. Ik heb daarnaar gekeken. Er is 2 jaar bijvoorbeeld zijn die grauwe ganzeneieren niet behandeld. En wat je dan ziet is dat die vegetatie zo kort blijft dat de kans op predatie toeneemt en dat je nest verloren gaat. En wat ik in mijn tuurluuronderzoek heb ervaren, is dat vogels dan een tweede broedsel doen, maar dan gaan ze dat in suboptimaal broedgebied doen. Dus dan verhuizen ze naar bijvoorbeeld bovenop de bult van Westerland, met intensief Engels raaigas. Daar gingen ze dan naartoe, er gingen een aantal vogels naartoe. Maar ja, dan belanden ze dus in een biotoop, wat niet optimaal is. En dan groeit dat gras zo hard. Natuurlijk is ook een klein vogeltje, dan verstikken ze als het ware in het lange gras. Dus dan is je tweede broedpoging ook verloren. Dus het is belangrijk dat je dat in een gebied dat daar niet al te veel grauwe ganzen rondlopen, want dan creëer je dus niet het goede broedbiotoop voor grutters en tuurlus. Ja. Ja. Dus op Wieringen is het vooral die broedende grauwe ganzen die tijdens het broedseizoen. Ja, als die in een gebied zitten en die gaan daar met hun kuikens opgroeien, ja, blijft die vegetatie op een gegeven moment zo kort. Ja. Inmiddels zijn die twee rietgebieden die zijn behandeld, dus die worden gemaaid en die zijn aangepakt, waardoor er dus minder grauwe ganzen in dat gebied zitten. En dat helpt wel. Oké, Wim, nogmaals bedankt. Dit was het Boeren Natuur Kennisuur over de Tureluur.